Goedenavond allemaal. Ik heb u gisteren kennis laten maken met de alcoholinkten. Maar dat is nu tot hiertoe het beste resultaat dat ik ermee gehad heb. En in een blinder. Ik zal u zeggen hoe dat komt. Ik had dus de alcoholblending in huis. Maar ik vond hem niet. Omdat dat ook al een tijd geleden was dat ik er nog mee gewerkt heb. En dan had ik bij de apotheker gewoon alcohol gehaald. Maar dat geeft niet... Maar dat geeft absoluut niet het effect. Ik zal de kaarten van gisteren er eens bij nemen. En dan kunt u nu zien wat een effect dat het nu... heeft gegeven tegenover de kaart die ik, waar ik heel de week zo mee wat aan het spelen heb geweest. Mm. U ziet, dat is een heel ander... Er zit meer glans op, hè? En de ineenvloeiing van anders. De inkt is helemaal anders. Ja, het geeft een ander effect. Dus hè? Ik zou dan ook zeggen... Als je dit te gebruiken. Zou... gebruiken. Ja. Gebruik dan niet gelijk als ik de gewone alcohol van een apotheker, maar je hebt dus werkelijk de Arisondac alcohol blending solution nodig. En die is nu juist hier moeilijk te verkrijgen. Voor de moment. En op Amazon was ze ook al niet te verkrijgen. Ziet, deze gaat al een beetje meer naar deze. Maar het is nog een reuze groot verschil. Als u de beide neveneen legt. Mm-hmm. Dat is toch allemaal heel mooi, hè? Ja, wel waar. Mooi ook, maar dat is toch echt... Dat spat eruit, hè? Mm-hmm. En ja, daar wou ik u nu nog eens even kennis mee laten maken. En ik heb dan ook erop gestempeld. Maar dat is misschien voor jullie thuis moeilijk. Ja. Je moet van heel dichtbij filmen. Hier is het takje. En hier, moet ik even mijn bril opzetten. Hier zijn de vogeltjes op dat groene gedeelte. Mm. Ziet u? Je ziet het wel in de camera, hè? Mm-hmm. Als u dicht. En dan hier was de grote vogel. Misschien dat ik het beter met de camera kan vinden. Nee, niet direct. De grote vogel is hier. Ah, ja. Inderdaad, de grote vogel is hier. Waar ik mijn vinger hou. Het is wel een klein beetje... Moeilijk te anders... In het licht zie je het beter. Dat is vanuit dat je het in het licht houdt. Ja, dat is nog vanuit hoe dat je het in het licht houdt. Maar in ieder geval, ik wou u er nu nog even kennis mee laten maken voor te laten zien dat dat resulteert in een heel andere benadering. Alleen maar met de alcoholblending. Dus er zit blijkbaar toch iets in... Dat zo'n effecten geeft. Mm-hmm. Want ik sta er versteld van. Ik vind het echt... Heel mooi. Heel, heel mooi. En dan hebben we nu... iets helemaal anders weer. Dan zijn we nu aan het zentangelen. Ziet u? Dat is de mooie... poes, denk ik. Ja. Ja, het is een poes, hè. Ik denk dat het nog waar is. Of nou, ja. Het is moeilijk. En dan staan de tangels. Hier allemaal. Die je kunt uitgelegd. Gebruiken. Uitgelegd. En dat gaat dan met numero. Numero per... per tangelen. Per tangel, ja. En dat is iets nieuws. Dat is te kopen bij de Action voor maar €1,49. Ziet u, tangling bij number.
New Art Challenger. Mm-hmm. Dus het is een nieuw art. Een nieuwe uitgever. Nieuw voor ons, ja. Maar dus nieuw voor de Action waarschijnlijk, want die hebben dat dus nog niet gehad. En voor €1,49. En dan ben ik nu hier een beetje aan het tangelen geweest. Dat was dus... dit tangeltje, dat was dus de nummer 6. En dat staat allemaal goed aangegeven. Ja. Nummer 8, nummer 1, nummer 6. En als dat dan af is, dan vloeit dat allemaal gelijk een puzzel ineen. Mm-hmm. Waar ik hier al verder mee stond. Mm-hmm. Ziet u? En ook dan met de verschillende kleurtjes. Ja. Met het blauw, het zwart. Ik heb dan nog bruin en mauve. Enzovoort. En die gaan we dan zeker verder afmaken. Ja. Maar ik wil u daar eventjes kennis mee laten maken. En omdat dat dan mensen die graag bij de Action shoppen... Dat je dat daar, maar dat was wel in de Action van Brasschaat. Dat we dat gevonden hebben. Maar nu zullen die, als die vanaf wat die in omloop zijn, zult je die wel overal kunnen krijgen, hoor. De Action is sneller als de andere. Hè? In Mortseling, Kontige, dan op de Meer. Nog een Antwerp waar je woont. En in Holland zult u die zeker al vinden. Ja. Vinden, want die zijn gewoonlijk het eerste om zoiets uit te brengen, hè? Ja. Dus ja, ik kan u eventjes het boek laten zien. Zie, dat zijn dan weer allemaal andere tangeltjes. Ja. En het is van Ellery Wouters. Mm-hmm. Dus dat is wel, kijk eens. Een redelijke bekende. Een redelijke bekende in het tangelen. Mm-hmm. Kijk eens hoe mooi dat gaat zijn. Ja, hier, die leeuwenkop. En ze zijn tamelijk dik. Mm-hmm. Van papier ook. Van papier. En van de omvang. Hè, heel veel platen. Mm-hmm. En tangelen is zo een beetje tijdveroverend. Ja. Hè, daarmee wil ik zeggen dat u... er veel werk aan geeft, maar dat u wel rustgevend, ja. Zie, het is zo mooi. Mm-hmm. Want ik had het zelf ook nog niet helemaal bekeken. Nee. En altijd ander tangels. Die u natuurlijk eerst kunt uitproberen, want dat doe ik ook. Op een stukje papier. Ja. Zie. Ziet u? En zo kun je voort. Probeert het eerst uit op een stukje papier. En dan kunt u dus dat proberen na te bootsen. Want kijk, een verjaardagstaart met ballonnen. Dus zijn er misschien mensen onder u die er al veel verder... Dat is een poos, hè. Mm-hmm, inderdaad. Die er veel verder in zijn al... Ik ben nog maar een beginneling wat dat betreft. Prachtig, hè? Mm-hmm. Kijk eens hoeveel dat u krijgt. Mm-hmm. Dat zijn dan torens van... precies van Indië, zoietsje. Mm-hmm. Kijk. Hoe prachtig is dat? Ja, we zijn belangen nog niet aan het einde. Kijk eens, nu is ze mijn kruikje. Goh, koffertjes. Dan nog koffertjes. Want u dat allemaal moet intangelen, dan bent u wel voor een paar maanden bezig. Maar ik doe tussendoor nog andere dingen ook, hè, zo gelijk je ziet. Dus voor afwisseling. Voor afwisseling, hè.
Maar het is dus prachtig en het wordt heel goed aangegeven hoe dat je het moet doen. Mm-hmm. En er waren al twee boekjes uit, dus ik heb er nog één. Dat zal ik u dan nog wel eens voorstellen. En hier zijn dus de resultaten. Zo zou het dan moeten komen als af is. Prachtig. Echt waar, prachtig. En steek er uw tijd in, zou ik zeggen. Mm-hmm. Want als u dat rap wilt doen, dan gaat u geen mooie resultaten hebben. En u kunt hier al wat oefenen en zo. En u kunt eerst oefenen met de tangels op een bladje papier. Ja. Dat heb ik ook gedaan. En dan het overbrengen in het boek. Mm-hmm. Of als u een kopieermachine hebt, zou u het eerst kunnen kopiëren in het klad. En dan een datum in het boek werken. Ik stel maar voor, hè. Mm-hmm. Dat zou u eventueel ook kunnen doen. Dat is het eerste boekje en ik zal eventjes het tweede, de kaft, laten zien. Dat is het tweede. Dat ga ik nu niet helemaal laten zien, want er staan ook heel prachtige dingen in. En het is allemaal uitgegeven door Ellie Wouters. Dat wordt daar nog wel eens vervolgd. Wat, ze is een krak daarin, hè. Mm-hmm. Ik volg ze al heel lang op YouTube. Mm-hmm. En wat ik dan ook nog heb, is deze mooie bullet dagboek. Die hebben we ook gevonden. Kijk, daar heb ik ook al een beetje in aan het doodelen geweest. Mm-hmm. En kun je verder in doodelen. Ik zal eens eventjes wat doorflippen. Ook prachtig om in te doodelen. Bijna allemaal. En dan ook om uw dagbelevingen enzovoort. Kijk. Het is ook een prachtig geïllustreerd boek. En dat hebben we in Holland gevonden, hè? In Holland? Nee, dat komt van hier. Ah, dat komt van hier. Van de standaard, van de FUN. Ja. Ah, van de FUN. Ik dacht dat u het van Holland had meegebracht toen. Ziet u? Het prachtige boek. Dus ja, kijk eens. Ik heb nog heel veel werk. Ik hoop jullie ook. Dag, duim op.